Digitale TV in Brokkepoinde gelaunched. Minister Blokland spreekt VN-meeting toe. En Rusland heeft Cubaanse schulden kwijtgescholden. Kijkers, goedenavond. Het STVS-journaal van deze zaterdag. Zaterdag 12 juli 2014. Vandaag hebben bewoners van Brokkepoinde en omgeving kunnen genieten van live televisie via de STVS en ATV. Dit kan omdat de binnenlandbewoners sinds gisteren beschikken over digitale televisie met top beeldkwaliteit. Dit historisch moment werd gisteren vanaf de Bronsberg in Brokkepoinde ingeluid door president Desi Bouterse en vicepresident Robert Amerali. Dit zijn de jonge mannen die hebben gezorgd dat op een bepaald moment de zaak in de implementatiefase kon gaan. Diana Pocky, leerkracht en DNA-lid van het district Brokkepoinde, verwacht dat digitale TV een positieve impuls zal geven aan jongeren en in het bijzonder schoolgaanden in het district. Ze noemde digitale TV het beste verjaardagscadeau voor de jarige Brokkepoinde. Maar vandaag is het echt een historisch moment voor Brokkepoinde. Ook vanwege het feit dat het dit jaar is Brokkepoinde 55 jaar en 50 jaar transmigratie. Technisch consultant Ted Jens benadrukte in zijn speech het belang van communicatie voor verafgelegen gemeenschappen. En de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de overheid daarin heeft. Communicatie is een van die manieren, is zo belangrijk. Het is eigenlijk, dat is de hele lijndraad van het leven. Als je niet kan communiceren met mensen, op allerlei manieren, al is het een mobiel of radio of telefoon of wat dan ook, kan je in feite niets doen. Telesuur onderdirecteur Edmund Neus zegt dat alle zeilen zijn bijgezet om de eerste fase van het project Digitale TV Binnenland nog voor einde van het WK voetbal te realiseren. Ook hij ging in op het belang van communicatie. Het is dus een goede zaak dat we eindelijk zover zijn dat we een plan op tafel hebben liggen dat de potentie heeft om die uitsluiting eindelijk op te heffen en de mensen in staat te stellen om ook gewoon goed burger van het land te worden. De voorbereiding naar de launch van digitale TV in Suriname hebben ongeveer een jaar geduurd, vertelt Gardelito Hiwaki, ICT-adviseur van het kabinet van de president. We gaan nu naar de interior, om het zo te noemen, het achterland. Dus je zit met heel wat obstakels om bepaalde gebieden te kunnen bereiken. Er moet een nieuwe mast erbij komen kijken om het achterland te kunnen bereiken. We zitten met bergruggen, dus al dat soort dingen moeten we overbruggen. En we hebben een manier gevonden, een design, en het komt gewoon van de grond. Sephora Stedenburg, hoofdafdeling Burgerinformatiecentrum van het district Brokkepoinde, gelooft dat digitale TV het district veel voordelen zal brengen. Deze met natuurlijk jaren bij de wachtifabico, dus nog maar vaak wat die jaren kino hier zijn met sabriti. Zeker daar hier zijn met Hawaii, want is hier op passen bronzelen, hier zijn met daar de wachtie daar onder vier die feest daar die als het ware. Districtscommissaris Yvonne Pinas had graag dat de traditionele gezagdragers ook aanwezig waren bij de lancering van digitale TV. Zij benadrukte dat de regering het grote belofte is nagekomen en hiermee de belangrijkste basis voor ontwikkeling heeft gelegd voor komende generaties. Nu zien wij dat zoetjes aan die ontwikkeling die wij willen hebben in het binnenland op gang komt. De regering gaat u zo door. We weten dat u een hart heeft voor het binnenland. En we weten dat het goed komt. De visie van het project was duidelijk en de missie is geslaagd. Een mooi voorbeeld van hoe staatsbedrijven succesvol kunnen samenwerken. De samenwerking tussen de overheidsbedrijven, Telesura, TV, STVS, en ook in goed overleg met de centrale overheid geresulteerd heeft in een heel goed project waar we bezig zijn om nu fases allemaal uit te voeren. President Bouterse vroeg voorafgaand aan zijn speech een minuut stilte voor de overleden Graman Belfon Aboikoni.
Hij vervolgde daarna met te zeggen dat de regering een enorme taak heeft om het binnenland een inhaalslag te laten plegen, zodat ook daar gelijke kansen voor ontwikkeling worden gecreëerd. In elk geval voor eind van het jaar, dat was de bedoeling, voor eind van het jaar is het de bedoeling dat waar je ook woont in Suriname, dat je in staat moet zijn om televisie te vangen. Met alle mogelijkheden welke de moderne communicatie met zich meebrengt. En ik denk dat het een niet te onderschatten moment is. Niet te onderschatten moment. Inderdaad, op een bepaald moment werd ik ook een beetje doodziek van iedereen wist het beter. Want er waren tientallen voorstellen. En toen hebben we de knoop maar doorgehakt. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. En dat we vandaag hier staan. In de komende periode zal ook digitale televisie worden geïntroduceerd in andere delen van het land. Na Brokopondo is het de beurt aan West-Suriname, waaronder met name de ver afgelegen dorpen zoals Apura. Minister Michel Blokland van Volksgezondheid heeft tijdens de high-level meeting van de Verenigde Naties in New York een pleidooi gehouden over het terugdringen van niet-overdraagbare aandoeningen in het Caribisch gebied. Hij gaf daarbij aan dat het Caribisch gebied vorderingen boekt op dit gebied. De minister sprak de Verenigde Naties toe namens de CARICOM. Minister Blokland heeft het in zijn toespraak onder meer gehad over de instelling van multisectorale commissies, activiteiten met betrekking tot lichaamsbeweging en aanname van de wet voor rookvrije ruimten, ondanks de sterk georganiseerde tegenstand van de private sector. De toename van hypertensie en obesitas, in het bijzonder onder kinderen, verdient speciale aandacht. Aangezien een gezonde samenleving onlosmakelijk is verbonden aan het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. Hart- en vaatziekten zijn de grootste doodsoorzaken in het Caribisch gebied. Vanuit deze achtergrond gaf de gezondheidsminister aan dat het streven erop is gericht om deze regio in 2020 rookvrij te maken. De VN High Level Meeting zal resulteren in de aanname van een slotdocument waarin lidlanden zich committeren aan het ondernemen van acties om niet overdraagbare aandoeningen terug te dringen. De lidlanden zullen in 2018 weer bijeenkomen om te evalueren of de getroffen maatregelen het gewenste resultaat hebben opgeleverd. In de aanloop naar de bouw- en woonbeurs is er een informatiebijeenkomst gehouden voor deelnemers. Uit de gesprekken kwam naar voren dat er dit jaar nieuwe bouwtechnieken zullen worden geïntroduceerd op de Surinaamse markt. De voorbereidingen lopen goed, zegt Theresa Wong-Swisang, PR-medewerker van de stichting Welzorg Suriname die de beurs organiseert. Dus er zijn eigenlijk bouwtechnieken die we gaan introduceren op de beurs die ervoor zorgen dat je sneller, efficiënter en zeker ook goedkoper kan bouwen. Er zijn verschillende bedrijven, we hebben een van de bedrijven, nou ja, ik wil liever geen namen noemen want anders gaan de andere bedrijven vinden dat we de ene voortrekken. Maar er zijn bijvoorbeeld bedrijven die met een bepaald bloksysteem werken dat je echt sneller zonder cement kan bouwen. Waardoor je dus een heleboel tijd en arbeidskosten kan besparen. Je hebt ook bijvoorbeeld staalconstructiebedrijven die gaan aangeven hoe snel je een muur kan optrekken en hoe professioneel of tenminste hoe de samenstelling van hun platen is en hoe ze dat aangeven hoe ze veel sneller kunnen bouwen. Dus het zijn diverse bouwtechnieken die vrij nieuw zijn voor onze Surinaamse markt, maar het gaat er voornamelijk om dat je dus dezelfde kwaliteit met dezelfde kwaliteit kan bouwen, maar sneller en vooral ook goedkoper. Als onderdeel van de teach-in is er voor het beurspersoneel en de participanten een training verzorgd. De training moet bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het evenement. Wong Swisan zegt dat het bijzondere van de beurs is dat alles op het gebied van bouwen onder één dak wordt gebracht voor de gemeenschap. We zien dat er een behoefte is naar zo'n beurs, omdat je eigenlijk heel veel kosten bespaart. Je moet Als je gaat bouwen, dan ga je constant naar verschillende bedrijven toe. Vanaf je financiering, als je bijvoorbeeld geen centjes hebt, moet je naar financiële instellingen gaan. Je gaat dan naar een verkavelaar om een perceel te kunnen kopen, een architectenbureau. En hier heb je dus alle mensen die, of alle bedrijven die betrekking hebben op het bouwproces, heb je onder één dak.
Dus je hoeft sowieso minder telefoonkosten, minder op en neer gereden, offertes opvragen. Je hebt gewoon alles onder één dak. Want er zijn heel veel mensen in Suriname die nog geen eigen dak boven hun hoofd hebben. Er zijn heel veel gezinnen die met moeder, dochter, schoondochter, kleinkinderen in één huis wonen. En al die mensen willen graag ook een eigen huis. En op deze manier, met deze beurs, geven we invulling aan die vraag, aan die behoefte, om alle informatie op een snelle, efficiënte en zeker ook goedkope manier te krijgen. De bouw- en woonbeurs wordt van 1 tot en met 5 augustus voor de vierde keer gehouden in het Flamboyant Park. Er is een grote behoefte aan schoolmeubilair in Suriname. Tot deze conclusie kwam de Stichting voor de Scholen van Suriname 8 jaar terug. De 67ste container met schoolmeubilair is onderweg naar Suriname. Gisteren hebben 6 basisscholen schoolmeubilair ontvangen. Het gaat om OS Munderbuiten, OS Mottens Hoop, Kennedy School, Saron School der EBGS, Raymond van Gennep School en OS Welgelegen 2. De initiatiefnemers gaan ervan uit dat elke scholier recht heeft op een stoel en een tafel. Irene van Dijk Hankers, voorzitter van de stichting, geeft aan dat bij het schenken van schoolmeubilair wordt gekeken naar de meest behoeftige scholen. In het begin, toen wij dus starten met dit project, hadden wij eerst alleen Paramaribo en districten. Maar met de nood die er heerst, hebben we moeten uitbreiden. Een heel belangrijk en een probleem is transport. Hè. Transport, het is duur en het moet een schoolhulpproject zijn. Dus dan kun je niet van de mensen eisen dat ze een heleboel gaan neertellen om die spullen op hun school te hebben. En vandaar dus dat ook wij de militairen, het ministerie van Defensie, in handen hebben genomen, om hulp hebben gevraagd. En ja, u ziet ze, het is een hele hulp. En de taak van de minister van Onderwijs is ook van die aard dat wij dan niet hoeven, dat we helemaal niets hoeven uit te geven. De Stichting voor de Scholen van Suriname werkt nauw samen met de Stichting voor Scholenhulp van Nederland en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in Suriname. Er zijn reeds 66 containers naar Suriname gehaald. De 67ste container is bestemd voor scholen in Oost-Suriname. Tot zover het nationaal nieuws. Straks volgen de internationale.